Hallo iedereen en welkom bij een nieuwe update van de aardbeien die ik heb gezaaid. Hier voor mij in de zaaitray zie je hier en daar al mini aardbeienzaailingen staan. Ik zal een beetje inzoomen, want ze zijn echt minuscuul. En ze waren dus op 31 november gezaaid. Dus ik vind in die paar dagen tijd ziet het er toch wel gunstig uit. Niet in elke zaaicel zijn kiempjes, zeilingen te zien. Maar dat maakt niet uit, want ik heb per gaatje, per kuiltje die ik heb gemaakt, heb ik meerdere zaadjes gedaan. Dus dit zijn er al een heleboel eigenlijk. Meer heb ik er denk ik niet nodig. Een kleine tip voor als je zaait, en dat was ik de vorige keer vergeten. Als je het ook wil proberen, aardbeidjes zaaien, zou ik zeker niet al te lang meer wachten. Want ze hebben toch wel aardig wat tijd nodig om te groeien. En de tip die ik dus wil geven is dat je de zaadjes niet al te diep zaait. Want de aardbeienzaadjes, en dat was ik de vorige keer helaas vergeten te zeggen, mijn excuses. Aardbeienzaadjes zijn lichtkiemers. Ja, dus je moet ze niet al te diep zaaien, een beetje oppervlakkig. Dus de zaadjes gewoon zo zaaien. Een heel klein laagje potgrond eroverheen. Goed vochtig houden, niet te vochtig natuurlijk, geen soepje. Maar op gevoel kun je dat altijd gewoon beter doen. Ik ga er bijvoorbeeld altijd, als ik zie dat bijvoorbeeld ergens de potgrond een beetje aan de droge kant wordt, ga ik er gewoon een beetje overheen met mijn plantenspuit. Die verdeelt het water altijd gelijk aan. Ga ik er een beetje overheen met de plantenspuit en huppakee, het is weer vochtig. Zie je? Dus ik denk over een klein weekje zul je bij sommige van de zaailingen al misschien een eerste echte aardbeienblaadje tevoorschijn zien piepen. Dus ik hou jullie zeker up-to-date over de aardbeienzaailingen, over de groei en alles. Ik ga ze verspenen als ze 4 echte blaadjes hebben, want ook al hebben ze 4 echte blaadjes, je moet niet denken dat ze dan zo groot zijn als een chili peper, paprika of een aubergine. Nee, dan zijn ze nog steeds zo, weet je wel, in die mini. En ik ga ze dan voorzichtig uit elkaar halen, zodat ik ze kan verspenen in kleine potjes, in P9 potjes. Dus ik hou jullie zeker op de hoogte. Tot de volgende update. Bedankt voor het kijken. Dag!